Hallo, ik ben Loes. Ik ben Jelte. Ik ben Paul. Ik ben Sverre. Ik ben Elisa. Hoi, ik ben Mats. We zijn in Nijmegen bij een onderstation. Alle kabels komen hier bij elkaar, die naar woonwijken gaan, die naar bedrijven gaan, die van windmolens afkomen. Onderstations zijn essentiële verdeelpunten voor de elektriciteitsinfrastructuur. Correct. We zien dat ze overbelast gaan raken, dus we hebben meer capaciteit nodig, meer onderstations nodig, zodat de energietransitie door kan gaan. Collega. Kilian! Dat was een collega, dit is ook een collega trouwens. Zijn we binnen. We stonden dus bij twee windmolens. Vroeger was het natuurlijk altijd zo dat we op een centrale locatie energie gingen opwekken. En die vervolgens door steeds kleinere kabels eigenlijk bij de eindverbruiker kwam. En nu moeten we door die hele dunne kabels heel veel elektriciteit gaan vervoeren. Omdat er gigantische windmolens naast de snelweg staan. Sverre, waar zijn we? Hey Loes, we zijn bij Burgersoe. Burgersoe. Bij Burgersoe. Koninklijk Burgersoe. We zijn een beetje aan het kijken hier wat de noodvoorziening voor elektra en gas is. En hoe zij eigenlijk meegaan in de verduurzaming. Kijk, een schildpaddenfamilie. Je kan... Ja. Oh ja, je valt helemaal weg. We hebben net geleerd hoe Burgersoe voorsorteert op allerlei verschillende toekomstige ontwikkelingen. Zoals waterstof. Dus alle ketels in Burgersoe zijn al zo gebouwd dat ze 50% waterstof aan kunnen. Wat gaan we doen vandaag? Ja, wij gaan vandaag de manager MVO van al die anderen interviewen. Daar gaat ie! Hey, je bent er weer! Hey. Wat doen wij als Alliander allemaal aan MVO? Dus je kunt wel zeggen, van, wij doen heel veel aansluitingen of wij hangen veel simmeters op. Maar wat is nou werkelijk zeg maar, het effect op de samenleving? Wij moeten af en toe echt lastige keuzes maken. Gaan wij een kabel aanleggen of gaan wij een tijdelijk netprobleem oplossen? Wat je ziet is dat er een toenemende behoefte is bij de investeerders van in wat voor type organisatie investeer ik nou? Mm-hmm. En zit die bijvoorbeeld klimatologisch aan de juiste kant van de lijn? En ze vragen daarvoor heel veel bewijsvoering. Al die data die proberen wij zo goed mogelijk over te dragen. Ja. En daar komt uiteindelijk gewoon een ranking uit naar voren. En uit de laatste ranking blijkt weer dat wij gewoon een hele duurzame, stabiele, verantwoorde organisatie zijn. Ja. En in de energiesector behoren wij daarbij gewoon tot de top van Europa. En je kunt je voorstellen, als je nu een kolencentrale wil gaan openen, ben je eigenlijk onderdeel van het probleem. Ja. Als jij een infrastructuur beheert, hè, zonder dat je zelf dingen produceert, wat alles aan elkaar vertakt, wat voortdurend nodig is, dan ben je onderdeel van de oplossing. Ons werk vat zich eigenlijk samen in zoveel mogelijk slimme oplossingen bedenken om te kunnen verduurzamen. En dat levert gewoon een ontzettende puzzel op. Heel leuk is om daaraan bij te dragen. Dat is heel interessant. Bij maatschappelijke impact en duurzaamheid denk je natuurlijk aan wat een bedrijf precies doet. Het gaat er ook om hoe je het doet en met wie. Vandaag is het 6 oktober en vieren we Diversity Day. Binnen Alliander zijn er meerdere medewerkersnetwerken die allemaal digitale events hebben georganiseerd. Vanuit Tension, de jongerenvereniging, organiseren we een interactieve workshop over generatieverschillen. Een half petje hebben we niet. Ik heb vandaag hartstikke veel geleerd. Allereerst, hoe run je nou een workshop? En hoe kan je elkaar nou beter begrijpen, zodat je ook weer beter samen kunt werken? Ik vind het een fantastische dag. Oké, okay. Dankjewel voor jouw bijdrage. Nou, tot de volgende keer.